Rebecca is vandaag 8 maanden en Kandolf is vandaag jarig. Ja, die is nou, meende ik, een jaar of 10 of 11. Want ze wil naar Bibi toe, maar Bibi begint alweer te grommen en die wil dan weer bijten. Goedemorgen lieve vrienden, we zijn weer een dagje later. Het is vandaag woensdag 18 maart. Rijka is vandaag 8 maanden en Kandolf is vandaag jarig. Ja, die is nou, meende ik, een jaar of 10 of 11. Dat weten we helaas niet zeker. We hebben hem wel als kind opgehaald, maar ook die mensen die hadden hem maar een week. En ze wouden hem al kwijt, omdat Kandolf, tenminste, ze hadden nog een oude kat. Een oude, hele oude kat en een kitten. Ja, een kitten wilde spelen, een oude kat, ja, dat ging eventjes niet. Maar het was maar een week. Houd het langer bij elkaar. Die oude kat, die went wel aan. Dat zie je hier ook maar weer met Rijka. Rijka als puppy bij twee oudere katten. Nou ja, gaat toch ook? Ja, waarom niet? Ze slaan ook van een af hoor, echt wel. Maar ja, hij is nou een. Die mensen hadden hem dus dan ook alweer bij een ander vandaan, uit het nest. Maar ja, wanneer hij geboren was, wisten ze niet eens. Nou, dat vraag ik naar en dat noteer ik dan, weet je. Maar ze zeiden van ja, hij is ongeveer zo oud, zoveel weken. Dus toen zijn wij aan het rekenen gegaan, dus hij moet een jaar of 10 à 11 wezen. Dus ja, helemaal zeker weet ik het niet. Van eeuwen weten we het wel. Dat staat ook op de kalender van Kandolf. Ook wel, maar moet je in het wc lopen. Ja, maar oké. Rijka is in ieder geval zeker weten. Dat staat ook in haar paspoort, weet je. Dus ja, ze is vandaag 8 maandjes. Nou ja, kunnen jullie ook helemaal volgen en alles. Het is geweldig. Ze is lekker gegroeid. Ze ziet er goed uit. En daar ben ik blij om. Ze hebben een gouden mandje bij mij. Ja toch? Of niet dan? Maar oké, wij gaan straks weg, Rijka en ik. Want we gaan naar Ruud toe. Maar daar komt nog iemand en dan moeten we mee in gesprek. Ik neem jullie wel mee, maar ja, wanneer we in gesprek zijn, dat komt er niet op. Dat is allemaal privé. Dus ja. We zullen zien wat we kunnen vloggen en wat we niet kunnen vloggen, wat we op de film nemen dus. We zullen het beleven. Ja. Ik wens jullie verder allemaal een hele fijne dag. Het is hier weer grijs, grauw en triest. En het waait flink. Dat deed ik vannacht al, dat ik met Rijka uitging. Niks aan, maar ach ja, ik heb al een dikkere legging aan gedaan. Ja, niet die vergissen, want ik vergeet van de kou gisteren. Ik denk, nou, dikkere legging aan, klaar. Maar in ieder geval, het is even een bakje koffie maken en dan nog een broodje. De katten die krijgen lekker vlees, Rijka krijgt ook vlees, even verwennen. Normaal doe ik er altijd brokjes doorheen, maar nou ik op mijn vlees. Eventjes verwennen, omdat het een klein feestje is. Hé? Ja, woepie! Hier is de jarige joppie. Rijka, hè, meisje? Ook 8 maandjes. Rijka. Ze reageert wel eens niet. Ziet u weer wat? Oh. Dat doe ik zelf. Rijka. Nee hoor, nou dan ben ik. Maar oké, in ieder geval. Ik moest gisteren trouwens nog wel weer even lachen, want gisteravond kwam Ruud ook heel even. En toen had hij weer een ander ding bij Rijka aangekoppeld. Dat was niet die touwriem die ik dan gewend ben. Maar hij had nou zo'n blok die uit kan trekken. Nou, daar heb ik zo'n hekel aan. Ten eerste moet je die blok vast houden. Die is dan nog wel zwaar. Vooral die grotere. En hij had een grotere.
En ze zijn zomaar stuk. Nou, ik zeg nee. Maar ja, toen wou Rijka weer met haar gaan lopen. Maar ja, dat ding, kom zeg. Maar ja, oké. We zullen opschieten en ik wens jullie heel veel plezier. Zowel bij jullie zelf, zowel met ons in de vlog. Dat komt allemaal goed. Ik zou zeggen, tot later. Vergeet die duim niet, hè? Nee, niet vergeten. Tot later. Ja, lieve vrienden, ik zit al een hele tijd bij Ruud. Ruud die staat daar, die is met de koffie bezig. Voor de tweede keer. Bezoek is ook al geweest, wat ik dus al had gezegd, wat privé was. Maar, wie heb ik hier aan mijn mobiel hangen? Juist ja. Ja, de ene echte Karin. Ja, ja. Dus ja, dat komt allemaal wel goed en het is leuk. Ja, gezellig. Mooi weer. Noem je dit mooi weer? Dat grijze, grauwe lucht waar je ogen zeer doen. Ik heb niet voor niks meer zin zonnebril op, hè? De lucht die deed me gewoon zeer. Ik zit met Rijka te Hannes hier. En je bakje koffie krijgt ze. Ah, lekker, dankjewel. Kom hier. Rijka. Ik heb Rijka nog weer aan moeten lijnen, want die is o zo lastig. Want ze wil naar Bibi toe, maar Bibi begint alweer te grommen en die wil dan weer bijten. En, want die zit op een bot te kluiven en daar mag Rijka niet aankomen. Nou ja, oké, dat kijk ik me aan één kant al in denken, want dat is een Bibi. Maar dan krijgt Bibi bijtneigingen. Nou ja, dan hou ik ze liever even gescheiden. En vooral wanneer je in gesprek bent met iemand anders, dan heb je ook geen gezoden mythe tussen die honden. Een broodje? Mooi bruin? Nee, ik heb al gegeten. Bot weghalen. Wat moet ik weghalen? Nee, het bot en van Bibi is wel gewoon op dit moment dan weghalen. Oh, ja, dat mag doen, want daar kan ik niet bij komen. Die man, de man die staat in de woonkamer. Rijka weer. Nee, de man die staat dus in de kamer en ik zit in de keuken. Ja, want hij heeft hier een muur. Die is dankzij Roy is die gehalveerd. En er staat dus een eethoek tussen. En ik zit dan op een stoel aan de eethoek aan de keukenkant. En Ruud zelf die zit dan aan de kamerkant. Ja. En dus. Nee, maar dan heeft hij er ook geen strijd om en dan kan Rijka gewoon weer los. Ja, daarom. Oh, had de bot nog weggehaald, hè? Ja. Nou, dat kan je zo. Kom maar, dan ben je los. Hup. Grote meid. Hé, wijfie. Ik heb een kippenhok. Hij noemt het dus een kip. Ik heb een uitnodiging gezien. Een kippenhok. Nou, dit is echt klein. Het is glijdvloer. Mama, ik ken die woningjes. Oké. Maar oké, lieve vrienden, wij gaan hier lekker even verder. Even lekker zitten te ouwe hoeren hier. En de koffie. Ruud die gaat eten, maar ik heb al gegeten. En hij wil hebben dat ik ook eet. Maar ik ben vol, dan hoef ik niet meer. Nee, ik heb thuis nog eens een broodje gehad. Ik heb hier weer een of ander broodje gehad met iets zoetigs ertussen. Nou ja, oké, ik ben niet zo zoete kou. Maar ik ben geen zoete kou. Ik heb liever iets harder. Dus, maar oké, het was allemaal wel lekker, daar niet van. Maar het is even wennen als je zelf geen zoete kou bent en je krijgt iets aangeboden wat wel lekker is, maar het is wat zoet. Ja, dan moet je eventjes je smaakpapillen omzetten. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, tot later. Doei doei! Ja, hele goede middag, lieve vrienden. Ik ben weer thuis bij Ruud vandaan. Daar is alles geregeld wat er geregeld moet worden. En ook hadden we Karin even aan de telefoon, altijd even gezellig. En dat ik wegging, kreeg ik van Ruud nog het een en ander mee. En dat was kuppazoep, ja. En een blikje spes, tenminste een potje spesieboontjes. Ook altijd lekker. Ja, je bent toch maar alleen. Ja, toch? Maar dan kreeg ik 3 beeldjes, ja. Ik heb al zoveel troep. Ik weet al niet waar ik ermee heen moet. Maar die... Hoe lief. Varkentjes. En dan heb je er hier nog één.
soort sparten, allemaal sportfiguurtjes, qua varkentjes. Nou, toch wel leuk. Ja, ik weet het dan niet even. Ja, nou, ik zit er wel even op de ene kant van de aanrecht neer. En Kandolf die zit te snoepen van de rekken en eten eigenlijk. Maar ja, hij is jarig, dus ik wacht maar even toe. Ik weet het anders ook niet. Dus, kijk eens aan, het staat nog leuk. Voilà. Ik zal het nog even laten zien. Wat maar nou? Wat maar nou? Hé? Kan je? Ja, gioppie, hè? Ja. Nou, daar staan ze. De drie varkentjes. Toch leuk? Ja. Hij zei al voor het raam, nou ja, dat is allemaal zo krap. Nee, ik heb een heel smal randje. Dan kunnen ze niet eens niet op dat randje. Maar ja, oké, ik heb ze daar nou ook in ook. En dat ik bij de tuindeur aankwam, dat ik thuis kwam, toen zag ik weer wat op de grond lag. Wat Rijke ook al een keer in de bekkie heb gehad, wat niet mag. En dat was dit. Nou, dat behoorde aan te hangen en ik had het al opgepakt, maar hij viel gelijk weer neer. Niet leuk. Nee, echt niet leuk. Dus hup, 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 hup. Nou is die ook nat. Kijk of die nou blijft zitten. Hup. Blijf zitten. Wat verdedig die. Pas op. Niet voilà. Zo, ja, nou, ik ga nog een bakje koffie doen en dat even opruimen. En dan nog even een broodje. En ik moet vanmiddag nog boodschappen doen. Al is er nog zwaar niet veel. Mijn ene wijn is op, mijn gluwijn. Nou, dan neem ik daar gelijk 2 flessen van mee. Ik neem hier nog 2 flessen van mee. En ik haal nog even een soortje noedels in huis. Groente heb ik zat. Voor Rijka moet ik nog even wat bijhalen. Voor de katten moet ik nog even wat bijhalen. En dan heb ik voorlopig wel genoeg. Dan hoop ik niet dat ik ziek ga worden. Want daar vraag ik niet om. Dat willen we allemaal niet. We willen geen van ons ziek worden. En gewoon een normale verkoudheid. Of wat dan ook. Weet ik niet zo erg. Maar niet die corona. Maar ja, moet je luisteren. Iedereen is in rep en roede door. Terwijl een paar jaar terug met die andere virus, daarnet wist ik die naam nog en dan ben ik hem weer kwijt. Ja, weet ik veel, moet de computer ook weer aan doen. Daar heb ik nou geen zin in, nee. Kom er vanmiddag nog wel een keer op terug. Ja, wanneer ik de computer aan heb. Iets met een E, geloof ik. Maar in ieder geval, toen, die was veel erger dan de corona. Waren ook veel meer mensen door overleden dan tot nu toe met de corona. En toen hoorde niemand erover. De media zat er niet op. Den Haag zat er niet bovenop. En nu? Nou, ik zeg op mijn beurt. Houd je wafel, blijf eens een keer rustig. Zorg ik dat die mensen, die Nederlanders die nog steeds in het buitenland zitten, haal die terug. En dan verzorg die ook en verder hou je wafel dicht. Ja, maak de mensen niet bang. Door je nog aan toe. Iedereen maakt ze bang met het geouwe van ze. Nou, laten ze ophouden. Lijkt wel of ze zelf ook bang zijn. Nou, ik niet. Nee. Als het per tijd is, is het per tijd. En anders mag ik blijven leven. Simpel. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, probeer gewoon te genieten. Probeer het andere gedoe voor je af te zetten. En probeer leuke dingen te doen, zolang het nog kan en mag. Ja, want dit slaat nergens op. Nee. Maar oké, ik zou zeggen, genieten. Dat ga ik ook doen. Ik ga zo lekker even boodschapjes doen. En Rijka ligt nou te slapen, want die heeft een drukke ochtend achter de rug. Met Bibi, dus ja. Komt ook allemaal goed. Zeggen lieve vrienden, tot vanmiddag maar weer. Doei doei. Ja, lieve vrienden, ik ben alweer eventjes een tijdje thuis. Ik was bij de DK, kreeg telefoon van Karin. Die drukte ik weg, want ik was bij de kassa.
ben ik aan het einde van de kassa, zou ik beginnen in te pakken, belde ze weer. Dus ik heb de telefoon eruit gehaald en gezegd, ja, ik sta bij de kassa, daar en daar. Oh, ik bel u straks al terug. Ik zei, nee, ik bel jou straks al terug als ik thuis ben. Ja, bel op mijn mobiel. Ik zei, prima, komt in orde. Maar Rijka, die heeft twee keer aan toe aan het janken geweest. Nou, dan is ze niet lief, dus die negeer ik dan volkomen als ik binnenkom. En dat vindt ze ook niet leuk, maar ik heb dus boodschappen gedaan. En omdat Kand half jarig is, ook natuurlijk extra vlees voor de dames en heer. Ja, ik heb sowieso ook weer broodjes, want ook ik moet eten. Nou, Ewen die is gek op zalm, dus zalm. Voor meneer heb ik met hun, met kip, oud poulet, weet ik veel, ik krijg geen Frans, in ieder geval kip. Voor Rijka heb ik kip met kalkoen. En dan heb ik voor Rijka nog twee blikjes, die kunnen de kast in. Andersom. Ik heb van deze pakken noedels, waren maar een euro. Nou ja, wie doet er wat? Uiteraard heb ik ook een bounty. Nou, ik heb hier even zien. 1, 2, 3, 4 van die grote pakken. Wel met verschillende smaken. Dit is met beef, ik weet niet wat is dit. Met chicken. En dan heb ik met granalen. En dan heb ik vegetariërs. Nou, van die vegetariërs kun je zelf wel weer vlees bij verzinnen. Ja hoor. Nou, dat gaat de kast in. Dan heb ik 2 wijn wat ik bij mij eet altijd drink. En 2 wijn, dat is eigenlijk die gloewijn, wat eigenlijk van de feestdagen is. Maar ik vind het ook lekker in de deken, die verkoopt het ten alle tijden. En dat drink ik s'avonds altijd, ja. En dan heb ik uiteraard, closetpapier, toiletpapier en keukenrolpapier. Ja, dat moet je ook hebben. Maar niks overdreven te veel, dat zie je maar. 2 blikjes voor Rijka. Nou. En dan paté, dat krijgt ze strakjes ook, omdat Kan half jaar is. Ja, dat gaat allemaal door. Ja, nou, toch top. Ja, ik heb nog eten van gisteren, dat is ook iets met kip. Want ik had gisteren een overschotel met kip. Maar wat heb ik gedaan? Dat is zo'n krijst gekookt. Zo'n buidel. En dat vond ik er doorheen, dus ik heb nog. Dat komt ook wel goed. Ja, toch? Ja. Dan ga ik dus even een bakje koffie doen met een bounty. Lekker even genieten. Heerlijk. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ook. Doe ik ook. En we spreken elkaar straks wel weer. Doei!